Birgit Schuurman, 47, het zusje van actrice Katja Schuurman, heeft het ontzettend moeilijk. De zangeres is tegenwoordig co-ouder en daar heeft ze het heel lastig mee. Feit is dat ik mijn kind nog maar de helft van zijn leven zie. Birgit schittert momenteel in de bioscoopfilm The Break Up Club en staat ook in het theater met de voorstelling struikelen. Lobaan technisch heeft ze weinig te klagen, maar op persoonlijk vlak kampt Birgit naar eigen zeggen met vreselijk verdriet. In 2008 gaf ze haar jawoord aan filmregisseur Arne Tonen en ze hoopte toen voor altijd bij hem te blijven en een jaar later verwelkomde het koppel zoon Chico. Het huwelijk hield helaas geen stand en in februari 2019 maakte Birgit wereldkundig dat de twee in scheiding lagen. Birgit die de knoop doorhakte, vond dat Arne en zij uit elkaar gegroeid waren. Ze vond dat heel lastig voor Chico. Ik voelde me de slechtste moeder op aarde, zo vertelt de actrice tegen Libelle. Nauwelijks een maand later werd ze verliefd op Sander van Haarlem. De personal trainer had nog een kinderwens en eind 2021 kwam er met Jimmy een jongetje ter wereld. Birgit heeft tot op de dag van vandaag nog goed contact met haar ex-man Arne, maar het co-ouderschap is iets waar ze grote moeite mee heeft. Chico, die inmiddels al 15 jaar is, woont om de week bij Birgit. Het feit dat ik mijn kind nog maar de helft van zijn leven zie, dat is mijn allergrootste verdriet. Daar kun je je niet tegen wapenen.